Kees Graafland, dat noemen ze zwaar bevochten. Ja, zeker zwaar bevochten, ja. Vooral na die 1-1 in de tweede helft, als je die weer krijgt door gewoon echt klungelig voetbal van onze kant. En dan is het gewoon lekker als je met 3-1 over de streep trekt. Heerlijk. Ja, want als we de wedstrijd terugkijken, een helft lang is eigenlijk niks aan de hand. Nee, ja, eerste helft hebben we gewoon de controle, we hebben de kansen. Nou, ja, we scoren er eentje, gewoon goed. En we hadden er wel twee kunnen scoren, denk ik. Maar geef je het in de tweede helft, ga je onrustig voetballen. Je geeft gewoon domme ballen weg. Je gaat uit positie lopen en dan krijg je hem de voetbalwet, krijg je hem zelf om je oren. Dus Hoe draaien jullie uiteindelijk nog om? Weer teamtaak uitgevoeren. Zoals je het in het begin doet. Je weet dat je beter bent. Je weet dat je kwaliteit hebt. En je weet waar hun zwakke plekken liggen. En die hebben we denk ik de tweede helft daarna wel weer blootgelegd. Want wat waren dat? Achter hun verdediging zijn ze niet sterk. En daar kunnen we achter komen. En dat wisten we. En dat hebben we nu ook een paar keer gedaan. En dan zie je dat je gewoon kansen krijgt en goals kan maken. Voor jou moet het een hele speciale middag zijn. Terugkeren in de basis. Ja. Dan gelijk twee keer scoren en ook nog in je wittebroodsweken. Ja, dat klopt, ja. Ik moet hier eigenlijk nog helemaal niet staan, hè? Nee, maar ik wilde dit niet missen. En een weekje ertussenuit geweest is lang genoeg. Dus ik ben heel blij dat ik hier weer deel van uit kan maken. Dus heel leuk. Ja, waar maak je precies deel van uit? Waar kan dit eindigen met Joran Boy? Je staat gewoon in de top 4. Nou ja, we staan in top 4, maar in het begin hadden we toch wel dat je naar beneden kijkt. Maar nu is het gat wel groter geworden. Dus linker rijtje, dat is gewoon heel fijn. Dan voetbal je zonder zorgen. En dat moet je gewoon handhaven. Dus ik zeg niet dat we naar boven gaan kijken, maar we hebben hopelijk wel een gat geslagen. Ja. En nu, trouwring weer om? Ja, klopt. Straks weer naar vrouwlief. Maar leuk, heel leuk.